De gemeente Pillemaas en zorgorganisaties gaan met een nieuw project het tekort aan personeel in de zorg aanpakken. De deelnemers aan de Zorgroute Pillemaas volgen een praktijkopleiding en gelijktijdig werken ze bij zorgorganisaties. Die Zorgroute is eigenlijk een leertraject, een praktijkleertraject voor mensen bij ons uit Pillemaas. Of dat nou statushouders zijn of jongvolwassenen of mensen die weer willen terugkeren naar een ander beroep. Die dan in een leertraject van een bepaalde periode leren, maar ook stage lopen in de praktijk. Of dat bij, en dat kan bij een zorginstelling zijn, dat kan bij een Protheon Schoon zijn. Dat is een zorgaanbieder waar men hulp bij het huishouden biedt bij cliënten. Maar dat kan ook hier in de wijk zijn, en dat is dan de Stichting Welzijn ter bevordering inwonerspanningen, die dorpsontmoetingen organiseren. Iedere leerling in die zorgroute krijgt een soort praktijkstageplaats. En het doel daarvan is dus om die mensen te helpen om zich te ontwikkelen. Al dan niet tot een opleiding met een certificaat met, als ze daarin door willen, nog kunnen ze ook door. En anderszins later bijvoorbeeld vrijwilliger of met een betaald baantje bij een van die zorgpartijen te gaan werken. Naast de gemeente zijn ook het Gilde, Protheon, Calibris Advies, Zorgcentrum Vincent de Paul en Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Spanningen aangesloten bij het initiatief. Hier kunnen de deelnemers dus een stage lopen. Sylvia Meulensteen van Vincent de Paul is blij met de stap. Ik vind het echt een heel mooi initiatief en ik ben ook blij dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ik vind het heel mooi als we mensen die nog een ietsje afstand hebben tot de arbeidsmarkt, als we die kunnen helpen om net even dat stapje te zetten om toch ook in die arbeidsmarkt en in mijn geval dus in de zorg komen werken. Ja, ik vind dat heel mooi, dus ik heb ook volmondig ja gezegd om deel te nemen aan dit project. Ja. 9 inwoners van Pillemaas volgen de zorgroute en hebben er al enkele lessen op zitten. Een aantal van hen bestaat uit statushouders die met de zorgroute ook hun taalniveau verbeteren. Dat betekent dat wij de mensen die zich hier vrijwillig voor hebben aangegeven, dat wij die graag omarmen en gedurende een jaar laten meedoen. In ons geval dan hebben wij een gasterij, een refter noemen wij dat, waar onze bewoners eten, maar waar ze ook een kopje koffie drinken en eventueel nog een klein hapje eten, waar ze hun bezoeken ook ontvangen. En wij hebben huishoudelijke dienstactiviteiten, we hebben ook nog een eigen wasserij. En daar willen we deze mensen graag in meenemen en kijk eens hoe wij dat doen. En hoe ga je om met oudere mensen, hoe ga je überhaupt om met ons Nederlanders, hè? Want de meeste mensen komen niet uit Nederland. Dus hoe leren wij hun ook de Nederlandse taal en soms het dialect te snappen? Want dat zal ook nog wel een heel probleem zijn. Maar ja, wij dragen ons steentje bij en dat doen we een jaar lang. Ja, het is eigenlijk een plus-plus verhaal. Hè? We kennen allemaal de verhalen vanuit de zorg dat daar handjes tekort zijn. Hè? Deze mensen hebben allemaal iets met zorg, anders zaten ze hier niet. Hè? Het is vanuit eigen vrije wil. Het is niet dat we ze gaan dwingen of wat dan ook. Vanuit eigen vrije wil zijn die hier om wat te leren. En om hopelijk dadelijk een stap te zetten in de zorg, wanneer, waar dat dan ook mag zijn. Of dat nou vrijwilligerswerk is, of betaald werk, of wat dan ook. En dat is voor mijn gevoel nog iets wat Pillemaas ook wel uitdraagt. Er is ruimte voor iedereen. Iedereen mag er zijn en mag iets doen, wat dat dan ook is, op zijn of haar niveau. Wethouder Mestrom is ervan overtuigd dat ze tekort aan personeel hiermee voor een deel kan aanpakken. Wij denken oprecht dat we hiermee, met deze zorgroute, weer een instrument hebben om het personeelstekort in ieder geval, om dat tekort een beetje te kunnen beknibbelen. Het tekort is heel groot, maar door te kijken naar welke mensen bij ons een zorgachtergrond hebben, graag iets met de mensen willen doen, iets voor mensen willen betekenen, die bij ons bekend zijn, of het nou een statushouder is, zoals ik zei, of iemand die iets anders wil. Of die even nog niet zo goed wist, maar nu uiteindelijk denkt van ja, dat lijkt me eigenlijk ook wel heel mooi om te gaan doen.
Daarmee helpen we, en ik hoop niet dat het een druppel is op een gloeiende plaat, maar daarmee helpen we zeker iets te doen aan dat personeelstekort. Punt. Kijk. Tot. Nou, super. Kijk, en zo is het ook.